goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Van Wijk van de Bovenleiding. Wij zijn vanavond onder het nummer bereikbaar voor eventuele storingen. Oké, dat is geen ontvangen, geen bijzonderheden. Rustige dienst. Dank u wel, hetzelfde. We werken bij de RET, de Rotterdamse elektrische tram. En daar doen wij het onderhoud van de bovenleiding. Met daarbij de elektrische wissels, wisselverwarmingen en tramwaarschuwingslichten. Even kijken, joh. Hij is nog vrij dik, hè? Even kijken hoe slap hij hangt. Ja. Ja, nou kun je het goed zien, hè, dat hij We controleren op tot er dingen versleten zijn. We kijken hoe dik de bovenleiding is, of er klemmetjes losgeschoten zijn, dingen afgebroken zijn. Ik zou het zo niet zeggen, maar wij zien het allemaal onder het rijden door eigenlijk. Soms wel, ja. Nu niet. Nu hoeven we alleen maar te kijken. Maar als we dit moeten gaan vernieuwen, dan is het heel hard aanpoten, ja. Dat moet s'nachts gebeuren en s'nachts is de tram 4 à 5 uur weg. Dan moeten we dat gaan doen. Ja, dan is het echt heel, heel hard werk om het voor elkaar te krijgen dat de tram weer de volgende ochtend gewoon weer vrolijk verder kan. Met een kleine deuk hier in de bovenleiding. Die moet er eigenlijk uitgeslagen worden. Want elke keer als de pantograaf er tegenaan slaat, slijt dat stukje harder. Waardoor je in de loop van 20 jaar, zeg maar, dat stukje al in 10 jaar versleten hebt en de rest in 20 jaar. Dus zou je op zo'n stukje wel de bovenleiding moeten vervangen. Terwijl dat eigenlijk verholpen kan worden door er even een klapje tegenaan te geven. Pantograaf, wat is dat? De pantograaf is de beugel eigenlijk die bovenop de tram zit, die contact maakt met de bovenleiding. Het is bij mij op mijn loop gekomen. Ik zag hem in de krant staan en het leek me heel erg leuk om te doen eigenlijk. Ik kwam uit dienst. Ik had een elektroopleiding. En een chauffeurs of een rijbewijs gehaald in dienst. Die twee dingen vroegen ze hier. Dus dat kwam goed uit. Ik ben hier gekomen en het bleek hartstikke leuk te zijn. En ik zit hier nog steeds. Na 11 jaar dus. Heb je ook carrière gemaakt in die 11 jaar? Ja, ik ben hier binnengekomen als monteur. Dus chauffeur in eerste instantie eigenlijk. Dan ga je langzaam naar boven, word je chauffeur, monteur. En momenteel ben ik volgende monteur. Hier is de voeding. Dit is de voeding van de tram, van de bovenleiding. En hier komt de boel weer terug via de min, vanaf het spoor. Komt hij deze kast weer in en gaat hij weer terug naar het onderstation. Dus het is eigenlijk de complete voeding, tenminste op straat dan, van de bovenleiding. Kunnen we niet een kijkje nemen? Ja, maar natuurlijk. Binnen? Ja hoor. Als je nou een stuk bovenleiding moet vervangen, ga je dan hier de stroom vervangen? Nee, dat doen we altijd op de mast zelf. In de mast zit een grote schakelaar ook, die uitgetrokken wordt. Waardoor de bovenleiding gewoon spanningloos komt te staan. En dan is het voldoende. Die aarden we, zodat als er wat gebeurt, tot die direct een kortsluiting maakt. En het onderstation dus weer uitgeschakeld wordt. Hoe is dat om 's nachts te werken? Heerlijk. Absoluut. Ik vind het fijner als de dag. Lekker rustig, weinig verkeer natuurlijk, dus daar hoef je niet al te veel op te letten. Dan kun je gewoon je gang gaan.
als je op de dag bij het spoor en de bovenleiding nu al moet werken, heb je wel eens kans dat er een trammetje langskomt. Ja, dan moet je weer terug. En dan wachten tot hij voorbij is en dan weer naar de bovenleiding toe draaien. Ja, en s'nachts zet je hem vaak gewoon op het spoor. En dan kun je in één keer doorgaan. En dan hoef je niet te wachten op een tram. Dus ja, dat is perfect. Vinger ertussen? Pak je ja, dat geef ik. Zal ik mijn middelvinger maken? Ja? Ja? Ik vind het nog niet verkeerd, Marco. Zullen we hem gelijk afkerven trouwens? Oh, ja, een kerftang boven opleggen wel. Ze willen de tang lenen. Ja. We krijgen een nieuwe tram en die is iets breder dan de oude tram. En deze masten die staan te dicht bij het spoor. Vandaar dat ze nieuwe masten geplaatst hebben. Die dus verder van het spoor af staan, waardoor de tram er dadelijk gewoon doorheen kan. Dus hetgeen waar de draagkabel nu op vasthangt aan deze mast, dat gaat eruit. En met dit systeem vangen we dat weer op. Is het niet gevaarlijk op zijn tijd? Ja, gevaarlijk. Ja, het kan gevaarlijk zijn als je niet goed uitkijkt en rare dingen gaat lopen doen. Dan zou het gevaarlijk kunnen zijn. Maar als je gewoon goed uitkijkt wat je doet, rustig aan. Eerst kijken voordat je wat gaat doen. Goed luisteren naar de oudere mensen. Juist. Als je hier... eerlijk is eerlijk. Als je hier net komt, dan denk ik, doe het allemaal wel even. Maar dit is absoluut niet zo. Nou, dan komt alles goed. Dan is het allemaal goed te doen.